Hoe was het om je officiële debuut te maken? Ja, dat is een heel lekker gevoel. Ja. Schrijf dat gevoel eens. Ja, je moet eerst warm lopen. Dan hoop je al dat je erin mag komen. Dan roept train je. En ja, daar word je alleen maar blij van. Ja. Wat zegt de trainer dan tegen je als je erin moet? Hij zei, dit keer ben je er klaar voor, vroeg hij eerst. Ik zei, ja natuurlijk. En daarna moet ik nog even bij hem komen. Hij zei, gewoon vol gas geven, doorjagen. Ja, gewoon extra energie zorgen. Ja. En dan kom je het veld op en dan hoor je het publiek waarschijnlijk ook. Want die reageert er natuurlijk wel op dat jij het veld op komt. Die zijn er ontzettend blij mee. Ja, dat heb ik zeker gehoord. Die gingen juichen. Dus dat was ook nog extra mooi. Ja. Ja, en dan scoor je ook nog bijna. Ja, ik zat er niet ver vanaf. Dat was jammer dat hij er niet in ging. Ja. Ja, waarom lukte het net niet? Ja, ik probeer gewoon voor de goal te komen. En ik knik net die bal. En de verdediger die kreeg net zijn hoofd ook nog tegenaan. En ja, het ging hij net naast over volgens mij. Dus ja, dat was jammer. Ja, dat was zeg maar het moment dat jij erin kwam. Natuurlijk opportunistischer spelen. Toen was het allemaal net niet, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, we moesten wel stonden 2 in achter. Dus ja, er zat ook maar 1 ding op en dat moesten we gewoon doen. Ja. Ja, dan verliezen de wedstrijd wel met 2-1, maar je hebt wel je debuut gemaakt. Wat voor gevoel heb je dan? Ja, ik ben natuurlijk super blij. Maar ik vind het natuurlijk ook wel jammer dat we hebben verloren. Alleen, ja, als ik voor mezelf kijk, denk ik dat het gewoon een super mooie dag voor me is. Ja. Dat is een moment die je het nooit zult vergeten, denk ik. Nee, dat zou ik nooit vergeten. Nee. Dan heb je natuurlijk wel eens in het stadion in dat doel gescoord. Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar bekerfinale tegen Ajax. Alleen, ja, ik hoop nog dat ik dit seizoen voor het eerst kan scoren. Dat zou mooi zijn. Als je dan zeg maar in het veld staat, denk je dan nog wel eens aan zo'n moment van, hey, vanavond ga ik nog een keer doen? Ja, natuurlijk denk je daaraan. Ik bedoel, iedereen wil scoren, vooral een spits. En als ik ook nog mijn debuut maak, ja, dan wil ik nog extra graag scoren. Ja. Het is ook een beloning voor hoe je bezig bent, hè? Want je hebt natuurlijk een goede voorbereiding gedraaid, je hebt je goed laten zien. Op die manier word je beloond. Ja, klopt. Ik heb een hele goede voorbereiding gedraaid voor mijn gevoel. En ja, ik kreeg nu mijn kans. En ja, ik heb mijn best gedaan.